De 7-jarige Cindy Pierre is vanmiddag rond 4 uur levend teruggevonden. Van haar zusje Rihanna ontbreekt echter elk spoor. Dit bevestigt korpschef Agnes Daniels tegenover onze nieuwsdienst. Daniel had op het moment dat wij contact met haar maakten geen verdere details. De Waardetijd Online meldt dat Cindy is gevonden achter een woning in de buurt van de school in Alfonsdorp. De politie is nu op zoek naar het zusje. De twee meisjes uit Alfonsdorp werden sinds 4 maart vermist. De meisjes waren bij hun grootmoeder, die hen naar huis stuurde om zich om te kleden. Volgens Star News kwam Cindy vanmiddag plotseling uit het bos lopen naar de plek waar men met rituelen bezig was. Volgens justitieminister Van Dijk Silos is het kind direct naar de arts gebracht voor controle. De politie is bezig met het onderzoek.